Anton Kruller verbrandde zijn hele archief vlak voor zijn dood, 3 maanden voor zijn dood. Het is een bewering, maar ik heb er ook wel aanwijzingen voor gevonden. En bovendien is er helemaal niks meer aan persoonlijk materiaal. Ik heb Kruller ook leren kennen. En dat haal je niet alleen uit die brieven, maar ook uit een heleboel geschriften die ik dus tijdens mijn onderzoek nog gevonden heb. Als een ontzettende charmeur. En een charmeur echt wel met een hele doelgerichte charmeur. Iemand die probeert mensen voor zich te winnen om ze iets voor hem te laten doen. Ja, want eigenlijk was Anton Kruller toch een soort financier, bankier, zakenman. Ik vergelijk hem, ik noem hem wel eens de Nederlandse J.P. Morgan. Ja, hij was aandeelhouder en oprichter van een aantal banken. Hij was oprichter van de medeoprichter van de graanelevatormaatschappij. Dat was een enorm hoeveelheid activiteiten. En ik denk dat dit wel het makkelijkste plaatje is om, om een overzicht te krijgen. Wat een belangrijk iets is voor vandaag, dat is Müller's Algemene Exploitatiemaatschappij. Want het was een grote misvatting dat Kruller zoveel geld verdiende dat hij in 1909 landgoederen kon gaan kopen. Eigenlijk is eerder het tegendeel waar. Hij trok in 1908 geld aan op de beurs. En dat ga ik u in het volgende plaatje laten zien. Dit sla ik maar even over. Is dat hij geld van de beurs doorsluisde, zonder dat beleggers dat wisten, naar die exploitatiemaatschappij. En hoewel hij in die exploitatiemaatschappij zeker panden voor zijn bedrijf stopte, gaf hij ongeveer de helft uit aan gronden op de Veluwe. Ik denk niet dat de Hoge Veluwe, dat hij daarmee begonnen is vanwege zijn passie voor de jacht. Dat wordt heel vaak gesuggereerd. Het was toch echt een Rotterdamse aannemerszoon. En hij werkte ook in zijn eerste jaren alleen maar. Hij had eigenlijk helemaal geen vrije tijd. Hij hield al wel een beetje van buitenleven. Maar dat jagen, dat is hij pas veel later gaan doen. En dan zie je ook dat hij daar heel goed in wordt in de jaren 20. Maar die eerste aankopen waren in mijn ogen vooral bedoeld om status te verwerven. En te laten zien, ik ben rijk. Maar ook om vertrouwen te wekken bij beleggers. Omdat ze dachten, kijk, die man is vermogend. Als dat nog eens misgaat met die communautaire vennootschap, dan weten we waar we het halen moeten. Nou, tijdens de Eerste Wereldoorlog was Kruller een hele opmerkelijke en invloedrijke figuur. Ik wil u toch even laten zien hoe Nederland hierin ligt. Ingeklemd tussen dat Duitse Rijk. En toen ik u net vertelde hoe dat ijzererts en dat graan allemaal via Rotterdam naar Duitsland ging. En ijzererts is natuurlijk een primair goed bij oorlogsvoering. En Kruller leverde zowel aan de Duitsers als de Engelsen. Kunt u zich voorstellen welke druk er op Nederland gelegd werd om niet meer verder door te voeren. Kruller stimuleerde zeer het aankoopgedrag van zijn vrouw. En ik vind dat je ook heel duidelijk ziet dat hij inzet op grote hoeveelheden. Hij wil heel veel van Goghs kopen. Hij wil heel veel de Goever de Nunkes kopen. Waar eigenlijk Helena al zegt, nou poeh, we hebben nou wel genoeg van die van Gogh. Ik heb meer liever dat en dat. Hup, dan. Hè. En hij is ook degene die zegt in 1912, we kopen dat pand erbij. En dan gaan ze naar Parijs. Dan laat Bremmer lijsten maken, de kunstadviseur Bremmer, lijsten maken bij welke galeries de beste van Goghs liggen. En dan gaan ze naar Parijs, bieden iedere keer een derde van de vraagprijs en komen 's avonds terug met tassen vol van Goghs. Voor mij is het ook wel duidelijk dat Kruller de kunstcollectie zag als een speculatieobject. Niet om het te gaan verkopen, maar net als bij grond voelde hij heel goed aan dat kunst wel eens wat meer waard zou kunnen gaan worden. En dat je dat misschien ooit wel eens ergens voor zou kunnen inzetten.